Het is bijna carnaval. Ik ben hier in Es en ik ga op bezoek bij de prins en de adjudant van Orgevorsepoel. En ze moeten hier in de buurt wonen, volgens mij. Maar Piet... Kijk eens naar boven. Naar boven? Oh, wacht even. Ik ben er bijna. Die kant op. Omroep Dommeland, Nieuwsflits. Ik ben op bezoek bij de prins en de adjudant van Es, ofwel Orgevorsepoel. Orgevors, zeg ik dat goed? Ja, dat is goed. Heel goed, Orgevorsepoel. Met alle orgelvorsinnen en kwakbolletjes. Kijk, nou, dan zou ik zeggen, leg eerst maar eens uit waar je het nou net over had. Nou, gaat het dus over Orgelvorsepoel en dat staat eigenlijk voor S. Hè? En S is ook wel in Brabant, bestaat bekend als de glimlach van Brabant. En in S hebben we natuurlijk tijdens carnaval niet gewone Essenaren. Nee, dan hebben we orgelvorsen, orgelvorsinnen. En voor de jeugd, ja, die noemen we dus de kwakbolletjes. Ja, dat snap ik. Maar ik wou eigenlijk weten wat een orgelvors is dan. Nou, een orgelvors, Anton. Nou ja, een orgelvors, de naam is ontstaan in een gebied hier in Es, heet De Ochel. En dat is een streek met kikkers. En vandaar dat ze de naam Orgelvorsepoel. Oké, dus een simpele antwoord had geweest, een kikker. Ja. Een kikker had ook gekend. En de kikker zie je overal eigenlijk in carnaval in heel veel dorpen natuurlijk terug. Ja, in Den Bosch ook, hè? Ja, in Den Bosch ook. In ja. Oeteldonk, hè? Dus een Oetel ja. Is ook een kikker. Genoeg over Oeteldonk. We zitten hier in Es. Wat houdt nou prins van Es zijn, wat houdt daar nou in? Nou, prins, sowieso worden altijd gevraagd. En als je gevraagd wordt ja, om prins te zijn, dat doe je natuurlijk nooit alleen. Daar wil je altijd een adjudant voor hebben. Dus, waarom? Ja, zonder een adjudant ja, gebeurt er niks. Want de adjudant die moet ervoor zorgen dat je overal op tijd bent. Een adjudant moet ervoor zorgen dat je best een pilsje kunt drinken, maar ook op zijn tijd eens een keer een colaatje tussendoor. En de prins zorgt eigenlijk dat je dan overal op alle gelegenheden bent. Maar... Dat is eigenlijk jouw vrouw? Nou... Mijn vrouw is nog strenger, maar want hij is op zich best soepel. Maar voor de rest, hij houdt het wel allemaal in de gaten. Hij heeft het schema bij, hij weet alles precies wanneer wij waar moeten zijn. En hij heeft ook een fluitje. Ik heb zeker een fluitje. En dat is niet zomaar een fluitje. Die heb ik speciaal cadeau gekregen van mijn prins. Dat ik alles in goede banen kan leiden. Dus dan ga je erop fluiten. En als er erop fluit, komt hij als een. De wie de weer aan jou of zo? Nou, als ik erop fluit, zeg maar, dan. We hebben natuurlijk, we kunnen het niet met z'n tweeën. We doen het ook met de Raad van Elf. En als ik op mijn fluitje fluit, dan moet eigenlijk de Raad van Elf verzamelen. Of ik draai op. Als ik op mijn fluitje fluit, dan draait de Polonaise natuurlijk. Allemaal verzamelen in onze mancave! Nou, we zitten hier, ik mag het wel een residentie noemen, toch? Ja, zeker, ja. Zeker een residentie. Ja, ik zei net man cave, maar ik kreeg al op een donder. Ja, maar de vrouwen zeiden net, het is eigenlijk van ons. Ja, het is eigenlijk geen ik bedoel het begin ook man cave, maar man cave is al heel snel veranderd naar feest cave, denk ik. Kijk, dus, feest voor iedereen. Ja. Even serieus, in S, om de carnaval goed doorgang te laten vinden, moet ook veel vrijwilligers hebben, denk ik. Ja, dus we hadden het al over. Je bent geen prins zonder adjudant. Je bent geen prins en adjudant zonder Raad van Elf. Maar eigenlijk is er geen carnaval zonder alle bijdragen van alle vrijwilligers. Alle commissies, alle clubjes die in S altijd weer klaarstaan om er weer een groot feest van te maken. En dit jaar is het thema natuurlijk waar alles loopt op rolletjes. En dan gaat het ook zeker gebeuren door al die vrijwilligers. Ja, alles loopt op rolletjes is het thema. Waar houdt het in? Nou ja, ze hebben altijd een thema en alles loopt op rolletjes. Ja, dat we na een aantal jaar carnaval toch weer mogen gaan. Dat de boel weer gaat rollen. En ieder kan op zijn eigen manier in gaan vullen. Ja, want ik heb begrepen, dit is jullie tweede jaar, maar eigenlijk het eerste jaar dan. Het is eigenlijk ons eerste jaar. En we hebben het een jaar geheim mogen houden. Het grootste geheim van S en omstreken, denk ik. Oh, spannend. Ja, dat was heel spannend, want 8 dagen voor 11-11 bal werd er gezegd, jongens, we gaan jullie niet bekendmaken. Dus ja, we konden pasje kon weer in de kast. Wachten een jaar lang geheim houden. Ook voor onze club, de Geldwolven in Es, dat is ons carnavalsclubje. Daar hebben we nog een jaar lang niks tegen mogen zeggen. Maar ook onze familieleden, dus onze kinderen, partners, maar ook de Prinsenkeuzecommissie moesten een jaar lang alles geheim houden. Maar dat is toch bijna niet mogelijk, want je weet dat iemand is de prins en nou Es is het geen 100.000 inwoners. Dan hebben ze nooit aan jou gevraagd of zo, dat je moet zeggen van, nee, echt niet. Nee, ze hebben toevallig wel gevraagd. Ja, maar hebben ze ooit één keer gevraagd, een vriend van ons, hij zegt van, gij zou een goede prins zijn.
en Ton de adjudant. En toen heb ik echt volmondig tegen hem gezegd van, ik word nooit prins carnaval van S. Ja. En ik heb niet gelogen. Kijk, en zo hebben we dus een jaar lang, en ik moet zeggen, is knap geweest van iedereen, ja, een jaar lang geheim kunnen houden. Maar toen we dus dit jaar mochten op het 11-11-bal, ja, toen gingen we ook los. En hebben we ook een hele leuke ja, dag gehad eigenlijk, ja, met de bekendmaking van dan de prins en een adjudant. Oké, okay, is dat nou echt een lang, maken jullie lange dagen? Hoe vroeg of hoe laat beginnen jullie tot hoe laat? Ja, je kent zo gek niet meer, hè. Tot hoe laat. Zelf denk het is klaar. Hè. We hebben pas de revue gehad. Het stond om 5 uur 's ochtends hier nog, met z'n allen. En daarvoor hebben we vaak wel commissievergaderingen, ja, waar we bij aanwezig moeten zijn. Maar nogmaals, dat werk wordt natuurlijk gedaan door de commissies. Ja, maar ik bedoel eigenlijk de komende dagen. Oh, de komende dagen? Ja, de carnaval. Hoe laat beginnen en hoe laat stopten? Want de andere dag moet het toch weer fit zijn. Ja, dat begint 's ochtends vroeg. En afhankelijk van wat het programma is, beginnen we of hier of we beginnen met een adjudant. Vaak met toch een bakje koffie, wat gebak en wat eten. En dan gaan we door tot, ja, tot het afgelopen het programma afgelopen is. En de ene dag is het iets eerder dan de andere. En mag iets eerder? Waar is het dan gemiddeld? Ik denk de zaterdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond. Er zullen lange dagen worden. Dan zal het 1:30 worden, denk ik, dat we uit functie treden. En of we dan naar huis gaan, dat staat nog te bezien. Op de zondag is de optocht. Optocht is altijd een hele drukke dag. Dan zijn we wel iets eerder klaar. Maar dan gaan we daarna door naar onze residentie, zoals je het al mooi noemde, ja, Roel. Gaan we daar nog even nafeesten. Op maandagochtend gaan we ontbijten bij ons café hier in S. En die dag duurt meestal tot 7 uur. En daarna gaan we met onze groep de Geldwolven en de Raad van Elf gaan we hier lekker eten en ook nog even nafeesten. Ja, en die maandag overdag na het ontbijt gaan we ook nog even naar de tennisvereniging. Daar is dit jaar de bingo voor de ouderen. En dat is natuurlijk ook iets wat S ontzettend goed in is. Carnaval moet zijn niet alleen voor jong, maar voor jong en oud. Dus alle ouderen uit het dorp komen daar om een bingo te doen. En daar gaan we natuurlijk ook naartoe. En daar wordt ook weer door de 55 Plus Commissie die bingo georganiseerd. Even over de optocht, jij noemde hem al. Bouwen, ik hoor overal dat er weinig vrijwilligers zijn. Optochten worden overal steeds kleiner in Boksel. Echt, is echt een stuk kleiner, een stuk korter. Hoe is dat in S? Nou, daar kunnen we heel volmondig in zijn. In S is eigenlijk de optocht zoals die altijd is geweest. Het wordt echt een groot straattheater. We hebben, zoals we nu weten, hebben we 12 inschrijvingen. En normaal zitten we ook altijd op 12 inschrijvingen. Dus, ja, het is wel het grote bouwen. Dus de wagens. Er is altijd één club die doet, ik denk, wat er ook gebeurt, die zal altijd een wagen blijven houden. Dus Bakkes, dat is onze oudste club in S. Bestaat nu 56 jaar. Dat weten we zeker dat die een wagen bouwen. Ik denk dat het inderdaad, wat je zegt, meer straattheater, meer loopgroep is. Maar ja, je kent beter 12 super loopgroep hebben als 4 wagens waar je denkt van, zeker weten. Dus in totaal 1 superwagen die Bakkes zeker bouwen. We hebben al mogen kijken bij hun bouwdag. Dat gaat er geweldig mooi uitzien. Maar dan ben ik ook overtuigd dat alle loopgroepen ook weer een spektakel neer gaan zetten. En daar staan wij gewoon hier in de Orgevorspoel ontzettend bekend om. Nou ja, dan is de cirkel eens rond. Dus, hè? Ja, zeker. Nog iets te melden of ben ik iets vergeten? Nee, je bent eigenlijk het grootste lijn hebben eigenlijk het programma zo klaar. Ja, dus het is nu wachten op het startschot. En het begint eigenlijk morgen met ziekenbezoek. We gaan de basisschool bezoeken. Daarna gaan we nog even naar de carnavalsmis. Dat is ook traditie, daar gaan we ook met z'n allen naartoe. En na de carnavalsmis doen we het Ochelvorse beeldje, het Ochelbeeldje, gaan we dan eren. Samen met de jeugdraad, die doen er een krans omleggen. En met die kranslegging start eigenlijk het carnaval. En dan gaan we met z'n allen door naar de NES. En dan starten we met de 55 plus avond. Oh, maar zullen we even naar dat beeldje even naartoe gaan? Ja, ik denk dat het een goed plan is, want dat is natuurlijk waar carnaval hier het Ochelvorspoel om draait. Het beeldje, het Ochelbeeldje. Ja, en dat kan op tv heel simpel. He, dan gaan we even staan. En tel ik door 3 en dan springen we daar naartoe. Is dat goed? Ja, dat is goed. 1, 2, 3. Hey! Hey! We zijn er! Hoppakee, kijk eens hier. Hier staat hij. Hier staat hij, het Ochelbeeldje. Het Ochelbeeldje? Het Ochelbeeldje. En het Ochelbeeldje staat eigenlijk symbool voor Ochelvorsepoel en carnaval. Symboliseert ook de jonge kikkers, hier is zelfs een slapende kikker, staat voor de jeugd, de kwakbolletjes.
de volwassen kikkers natuurlijk voor de Ogelvorsen en Ogelvorsinnen. En het geheel samen, ja, dat is eigenlijk carnaval hier in Ogelvorsenpoel. Mooi. Vrijdagavond, na de mis, na de carnavalsmis, komen we ook allemaal vanaf de kerk hier naartoe. En dan gaat de jeugdraad onder leiding van jeugdprinses Vesper, die gaan dan het ogelbeeldje eren met een krans. En als het ogelbeeldje geëerd is, krijgt zij van mij de sleutel uitgereikt voor de jeugd. En dan kan zij eigenlijk carnaval gaan starten, want dan heeft zij officieel al de sleutel gekregen. Maar, we zeggen officieel, maar het is eigenlijk officieus, want zaterdag, dan moeten wij natuurlijk als Ogelvorsen voldoen aan de opdracht die wij van de burgemeester hebben gekregen. Aha, en dan ga ik vragen aan de adjudant. Waar is die opdracht? Nou, de opdracht dit jaar is, krijg iedereen de glimlach terug op je gezicht. Hè? Na carnaval, het aantal jaar stil heeft gelegen, hebben we besloten dat alle clubjes bij ons en verenigingen een mooie slinger hebben gemaakt van 3 meter. Die hebben keurig in de S opgehangen. En ook daar gaan we dadelijk symbolisch de oudere club, Bacchus, verbinden met de jonge club, de Dansmariekes. Die knopen de slinger aan elkaar, dat we carnaval met z'n allen weer gaan vieren. En een glimlach terugbrengen. Niet alleen in heel S, maar natuurlijk in heel carnavalend Brabant, Limburg. Ja. En volgens mij hebben jullie ook heel veel plezier. Hebben jullie al een beetje voorpret gehad? Ja, we hebben zeker veel voorpret gehad. We hebben natuurlijk onze eigen feestjes al mogen vieren. De voorpret begon eigenlijk al, waar we straks zeiden dat we het een jaar geheim hebben moeten houden. Hoe mooi is dat? Dat was eigenlijk ook al heel veel voorpret. Maar we hebben natuurlijk ook met alle vrienden en kennissen, we hebben natuurlijk een prinsenreceptie gehad. Waarbij we collega's, vrienden, familie hier in Es hebben mogen ontvangen. Met een lekker drankje. En zo hebben we al een receptie gehad. Ja, en zo hebben we eigenlijk ook de revue al gehad. Ja. We hebben afgelopen zondag werden we uitgenodigd in Helvoort, in Keijerspellersdorp, om daar het KKF, het Keinerkupkes Festival, mee te mogen maken. En ja, ook daar succes natuurlijk voor Ogelvorsen Pool. Want daar zijn wij ook eerste plaats hebben daar behaald. Eerste plaats voor de optocht van de jeugd, maar ook in het totaal hebben de Ogel, hoe heet die, de KKF? KKF, de Keinerkop. De Keinerkop. De Keinerkop. Hebben we weer terug mee naar S mogen nemen. We hadden hem al 2 jaar hier, door corona ging ook dat niet door. Maar we hebben hem weer mee mogen nemen naar het dorp. Dus ja, daar zijn we natuurlijk ook voor onze jeugd ontzettend trots op. Want als je de jeugd dadelijk niet mee hebt, ja, dan stopt carnaval ook. En wij proberen natuurlijk overal de jeugd erbij te betrekken. En natuurlijk te verbinden met de volwassen carnaval. Mooie woorden. Nou jongens, ik wens jullie een goed, een gezellig, een veilig en een hartstikke mooi carnaval. Ja, dankjewel Roel. Dat gaat zeker lukken. En als je tijd hebt, komt naar Ogelvorsenpoel. Want hier gebeurt het. Hier gebeurt het bij carnaval. En we gaan er een gruwelijk mooi feestje van maken. Dankjewel. Allaf! Allaf!